Alle belangrijke informatie is te vinden in het F1-menu. Dat zullen we doen. Laten we eerst even deze instellen. Clear the map. Train number. Hebben we. 31280. Origin is Oldenzaal. En destination is uiteindelijk natuurlijk Zutphen. Dan doen we met de lens 41. Van Keerly natuurlijk. Die. Goedenavond meester, vanavond eruit de stopterrein van Oldenzaal naar Hengelo. Alle bereikte informatie te vinden. Het F1-menu, open uw eerste deur en zorg dat u om 21.02 kunt vertrekken. Succes. Dat zullen we doen. Laten we eerst maar even met de trein opstarten. Dat is op zich nog wel belangrijk. Zo. We gaan naar Zutphen. Nou, ik zou zeggen, als de fles op is, is de fles op. Waarom rijden we in een opgevoerde bus? Omdat dit gewoon een leuke trein is. Dit is een van mijn vaste treinen in de ochtend. Gewoon geweldig. Nieuwe fles. No way, José. Maar er zijn drie soorten van deze treinen. Want ze hebben elk hebben een ander uiterlijk. Er is altijd een Oldenzaal Zutphen, dacht ik. En er is een Delden Lochem. Of Delden Lochem of Hengelo. Ja, en dan Hengelo Goor of zo, dacht ik. Kan best zijn dat het een van die andere is. In ieder geval een combinatie. Dus hier staat er eentje. En dit is weer een andere. En volgens mij, de Fluts die hebben ook weer verschillende decals. Dus zo. Ja, ik weet niet of die ondertussen nog rood is. Ik heb hem laatst niet gezien. Ik zie alleen maar de blauwe oranje. Nee, dit is de Rail Traction Link. Die heeft hij niet met ATB gemaakt. Dat is op zich wel jammer. Hoezo? Ik vind het niet erg. Ik zit hier in de trein. Vervolgens dan hoor je die trein gaan. En dan... En dan vervolgens over van... Ogen dicht. En dan gaan we lekker... Ja, die hebben ze overgenomen van Sintus. Naar Zutphen... Zutphen. Het volgende station is Blieviestown Oost. Letterlijk. Je kunt er niks aan doen. Let's go. Ik vind het helemaal prima. Slaan we Delden over? Nee, we gaan naar Delden. Dus ik vind dat prima. Wij gaan snel weg uit Oldenzaal. Zo. Oh, 70 zit hier, dus niet hier. Dat is met 10 km per uur. Oké, niks gezegd. Full power. De koffie is al op hoor. Gerben, dan zet je gewoon even wat opnieuw, wat nieuws.
beste water, dankjewel. Ah, lekker. Nelson, als je mocht kiezen, Buffel, wat Lobo, Lint. Als ik mag kiezen, alle drie. Elk heeft zijn voordeel en nadeel. Maar de trein die ik zelf echt heb meegemaakt is de Buffel en de Lint. Okay, maar dan in principe als je in de zomer zegt de Lint. Want die heeft airconditioning. Dus meneer has been banned bij Koplo mogelijkheden. Kaartje even ietsjes groter. Zo, dat is beter. Dan kun je het ook beter zien. Onderweg naar Oldenzaal. Naar Reupelheim. Dat is ook de lijn die de Intercity Berlijn neemt natuurlijk, hè. Had de DB-lok verwacht. Een Rijmels railpool, hoor. Er rijdt de railpool rijdt wel eens een keer. Je hebt ook de 189 van DB. Nog wat andere dingetjes. Nelson has been Ben's bee. Maar goed, een hele tijd geleden hebben we natuurlijk ook een stuk gedaan richting dus Hengelo Gezondheidspark. Mooie ondergaande zon. Beltjes erover. Ja, maar het valt in principe nog binnen de ATP. Bling. De fictieve ATP. O jee. O jee. Het volgende station is Hengelo Oost. Ik vind het goed. Uitstappen in rijrichting rechts. Reist u met een OV-chipkaart? Vergeet dan niet uit te checken. Dank je. Hengelo Oost. Hengelo Oost. Ik vind het allemaal prima. Hengelo Oostbaanhof. Ik moet zeggen, niet slecht hoor. Kruisen met bus 51. Och, heren.
Ding dong, door een aanrijding met een spoorviaduct redden in geen trein. geweldig. Ik wil niet zo ver lopen naar het NS-personeelsverblijf. Leuk is, dit stuk is 40. Je A te B geeft 40 aan. Bling. Ik weet, want ik stap heel vaak op deze trein in een Hengelo richting Zutphen. Dus die trein die stopt eigenlijk altijd 90% van de tijd op dezelfde plek. Dus, als je wil instappen bij de voorste deur, bordje K. Hengelo rijden inderdaad koplopers. Tegenwoordig koplopers en firms afgewisseld. Maar meestal koplopers. Ik zag een laatste eentje, dat was volgens mij een viertje en een drietje. Nee, geen DDZ'tjes. Ja, hij geeft aan 40. Maar dit stukje trekken ze niet op, hier redden ze gewoon 40. Dan rennen we dit in. Oh, dat kan. Het volgende station is Hengelo. Lieve Stone. Uitstappen in rijrichting links. Stapt u over op een blauw nettrein, dan hoeft u niet uit te checken. Stapt u over op een NS-trein, vergeet dan niet uit te checken bij Blauwnet en in te checken bij NS. U kunt hier overstappen op intercities en regionale treinen. Ja. De omroep trouwens is nog steeds hetzelfde in de Lint. In de Flirt hebben ze ondertussen heel wat veranderd. Ja, DDZ'tjes die rijden op zich prima. Die rijden inderdaad hier wel eens een keer met dubbeldekkers. Kijk, over film gesproken. Ik zie mezelf nu al rennen vanaf de andere kant van Hengelo. Zo. Kom in Hengelo. En die mensen die moeten snel rennen. Om de trein te halen. Stevige pas. Ik doe altijd de stevige pas van de ene kant van Hengelo naar de andere kant van Hengelo. Dat is ook wel grappig, want dit zijn de officiële foto's. Ik heb 3 jaar geleden nog foto's gemaakt hiervoor. Dat is op zich wel grappig. Dus het is belangrijk als je de overstap wil halen, neem de voorste deur, ga bij de deur staan. En vervolgens kun je in een stevige pas, kun je Hengelo over sprinten. En hier naartoe. En hetzelfde voor andersom. Fleutje natuurlijk. Mensen rennen. Ja, daarom hoop ik meestal. Kijk, als ik die trein van mijn trein zijn vanuit mis, zeg maar. Ik kan in principe altijd nog de volgende nemen. Gewoon een kwartier, 10 minuutjes later of zo. De RS1.
Laatst bij vier pakken GCM is de tweede bak genomen. Zit enkele plaats vlak voor de motordruis. Ja, ja, 1 minuut vertraging is nog wel te doen. 2 minuten vertraging. 3 minuten. Nee, vergeet maar dat je de trein haalt. Maar gelukkig is er 's ochtends altijd een dubbele trein. En de avond is ook altijd. Want dan gaan die sprinters van Apeldoorn die starten in Enschede. Dus dat scheelt ook weer. Kijk, daar komt een lintje aan, de tegentrein. Laten we eventjes kijken, even een goed plekje vinden. Bouwlampen van de sprinter natuurlijk. Maar even kijk je dan op hoe ver dit stuk lopen is naar de trein. Dat is nog wel wat. Maar goed, dus wij zijn inderdaad zeg maar hier van hier vertrokken van Oldenzaal. We hebben laatst even deze gedaan van Enschede naar Hengelo en weer terug. En ik stap meestal kom vanuit deze kant zeg maar vanaf hier. En dan stap ik hier over en dan stap ik hier uit en loop ik hier nog een klein stukje. We hebben een probleem. De machinist die in Hengelo uw trein over zou nemen is niet in Hengelo. Daarom rijdt de trein verder naar richting Delden. De collega neemt de trein daar van u over. Oké. Dat is dicht natuurlijk, hè. Let's go. Dag Hengelo. Nou, ongeveer. Hij moet nog vertrekken. De ene keer wel, de andere keer niet. In principe is er eigenlijk bijna nooit een parallelvaart tussen deze treinen. Er zit net een minuutje verschil in. Vroeger is dat nog wel eens een keer voorgekomen. Of als deze te laat vertrekt. Maar dan gebeurt ook nog wel eens een keer dat de trein ondertussen vertrek zijn heeft. En groen is. En vervolgens natuurlijk blijft staan. Dus, let's go. Gamer Pete 81, good evening and welcome. Goodbye, bovenleiding. Back to the diesel. Dat is hype. Het volgende station is Hengelo Gezondheidspark. Uitstappen in rijrichting rechts. Omroepjes. Ik hou van omroepen. Uitstappen voor het ziekenhuis.
Ja. In werkelijkheid zijn die echt twee klokken. En dan weet je wat het irritant is van de werkelijkheid. Er zit 5 minuten verschil in. De ene staat 5 minuten voor. De andere dier loopt op tijd. Ik heb geen idee. Let's go. Ondergaande zon. Ja, maar je ziet het eigenlijk niet echt naast elkaar. En de klok op Vorden die hangt al een hele week, voor anderhalve week ondertussen of zo, op 2:15 of zo. Dat is van 2A. Ik had ook wat defecte klok. Oh jee. Deze route is nog in aanbouw, John. Elias, goedenavond en welkom. Volgende station is Delden. Uitstappen in rijrichting rechts. Delden. Goor is een station daarna, maar zover gaan we nog helaas niet. Station Delden. Dat is ook eindelijk het echteste station kan gebruikt worden. Natuurlijk de bushalte hier aan de andere kant. Dankjewel spelen van dit scenario. Graag. Tot de volgende keer. Dus, elementen zal te zien. Zit wel in de route de servo.
Maar Sevo is tot zover nog niet.